Ja, de oorlog is, daar heb je een ambivalente verhouding mee. Verhouding mee. Ja. Het is je jeugd. Ja. He, tussen 12 en 17 is voor mij mijn jeugd. En precies, de oorlog. Ja, en hij eindigde eigenlijk met dat u volwassen was en ongeveer. Veel later, dan, toen sprak ik Jan Wolkert een keer. En ik interviewde hem. En toen hadden we het over de oorlog. En toen zei hij... Henk, in godsnaam, niet weer de oorlog. En die bevrijding, die draaiorgels. Ja, en dat was een rare overgang, hoor. Van de oorlog naar de bevrijding. Raar in de zin van vrolijk, denk je altijd, als je beelden ziet. Maar was het ook een beetje, wat jammer dat het afgelopen is? Ja, zo ruw kun je het niet zeggen. Maar de hongerwinter was voor mijn generatie, voor mijn vriendjes uit die tijd, Hans van Ockel Campagne en Albert Heijmans en Bolletje Hanebrink en Woutje Rotgans en Gerard van Lennep. Het was een totaal avontuurlijke tijd. Ja. Ja. En het was natuurlijk ook een hele beroerde tijd. Ja, ook. En ja. Niet ver van waar ik woonde werden 20 gijzelaars doodgeschoten bijvoorbeeld. En ik kwam er op de fiets langs en dan zie je 20 lijken liggen. Dat is ook iets onvergetelijks. Ze waren net dood. Ze waren net dood, ja. Het bloed liep eruit. Ja, en dat is echt gruwelijk. Maar aan de andere kant, je trok ook rovend en plunderend door de buurt. En dat had toch wel weer zijn aangename kanten. Rovend en plunderend? Schuimend als puber? Maar... Nou ja, er waren Rijksduitsers die na Dolle Dinsdag vertrokken waren. Vertrokken waren. Ja. En wij braken in die huizen. En dan moet ik zeggen dat... Dat klinkt wel heel braaf, maar door mijn vader heb ik ingeprent gekregen nooit te stelen. En dat heb ik ook nooit gedaan. Ik heb werkelijk nog nooit iets weggegraaid. Nee. En, maar er waren vriendjes van mij die zagen daar rijkdommen liggen in die huizen waar we ingebroken hadden. Huisraad. Huisraad, troep en die... Op een gegeven moment hebben die een paard en wagen gehuurd. En zijn bij een huis voorgereden. En hebben alle duurzame gebruiksvoorwerpen eruit geladen. Eruit getremd en op die laadbak gelegd. En daarmee naar de Vlietlaan gegaan. De Zwarte Markt. Daar hebben ze het verkocht. Voor 200 gulden. En voor die 200 gulden hebben ze een pakje zonder mischung gekocht. Dat waren Duitse sigaretten, officierssigaretten. Zonder mischung. Zonder mischung. Ja, ja. Speciale... En in zoverre ben tabak. Ik heilig dat ik een van die sigaretten heb opgerookt. Ja. Dit is het zover, dit is het meest aan de kant dat van de misdaad. Dat is echt een misdrijf. Ja. Ja. Wat u geweest bent. U bent veelvuldig New York-ganger. He, gaat al heel lang, vaak 2 keer per jaar naar New York. Schrijft daar ook over. Ja. Zit dan in het Chelsea Hotel, beroemd hotel voor literatoren en kunstenaars op Manhattan. Toen werd Manhattan aangevallen. He, de Twin Towers kwamen naar beneden. Was dat voor u een déjà vu, een aha-erlevenis, zoiets van eerst Rotterdam, nu dit? Is er een soort lotsverbondenheid, New York en Rotterdam? Die Twin Towers, daar was ik zeer op gesteld. Ja. Ik ben een keer op de grond gaan liggen naast een van die torens om zo ver mogelijk naar boven te kijken. Ja. En en ze hoorden ook tot, ze hoorden tot het straatbeeld. En toen werden ze daar omgevlogen. En daar, in de tweede heb ik direct gezien. Ik bedoel, op de televisie. Ja. Ik werd opgebeld door een goede makker. Ik zei, kijk naar de televisie, want dat ene ding is omver. Toen keek hij, en toen ging die andere ook omver. En ik ben daar verschrikkelijk persoonlijk kwaad over geworden. Goed, 14 dagen later ging ik naar New York. En het eerste wat ik deed, dat was naar wat toen al Ground Zero heette. Ja, het gat. Het gat.
En daar rook het als Rotterdam op 15 mei 1940. Die geur herkende u? Die geur herkende ik, ja. En dat is een geur van verbrand huis? Gloeiend steen, verbrande steen. Het kan niet branden steen, maar... En lijkenlucht. En... U zei, ik werd persoonlijk boos. Hoe, ja. Had dat te maken met uw eigen biografie ook? Zeg maar, van, je voelt je persoonlijk aangetast. Mm-hmm. Het hoort ook van jou. Het hoort bij jouw wereldbeeld. New York is ook van u. U bent van New York. Zeker, ja. Ja. En zoals ik ook van Rotterdam ben. En nu ook van Amsterdam. Ja. Dat vergroeit met je brein. Ja, dus dan word je iets afgepakt. Juist, ja. En daar wordt u boos van? Ja, daar word je echt misnijdig van, ja.